naam is Enzo Knol en ik ga jullie wat League of Legends materiaal geven. Dus laten we dit gaan doen. Ik ben samen met Mark van Smoor en hopelijk gaan jullie genieten van deze video. Let's go. Woehoe! Dat was de intro. Fucking let's do this, man. Waarom heb ik altijd van die retarded intro's? I don't know. Zodra de opname begint, dan heb ik zoiets van... Enzo, doe retarded of zo. Ik weet het niet. Het is apart. Maar laten we gewoon lekker een potje lolletjes... Oeh, oeh. Vandaag is rood. De kleur van jouw... Accepte. Lippen. Vandaag is rood. Rood, 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 rood. Godverdomme, wie deslijnt er daar? Godverdomme, vieze, vuile, achterlijke... Laatste seconde. Tom, tom, tom. Oh yeah, that... Oh, Miss Fortune, I love that slug. Ik ben weer die krokodil. Hoe kan dat? Voor de mensen die het niet weten, we hebben ze net ook een potje gedaan. Toen was hij ook Twitch. En Mark vindt het op een of andere manier op een krokodil lijken. Het is best knap, maar het is Mark. Hij is level 11. Hij is de beste noob in League of Legends. Dus let's fucking do this, man. Ik kan nog geen skin pakken. Alt F4 helpt wel voor skins. Cheat. Alt F4. Wat is dat? Niet doen. Oh my god. Are you serious, Mark? Oh my god. Nu moeten we fucking 5 minuten wachten voordat we een nieuwe game kunnen beginnen. Oké, ik zie jullie zo weer. Zie je? Fucking great is this, Mark. Hè? Fuck, zie je hoe lang we moeten wachten door jouw actie. Oh my god. Ik heb een leuk linkje in de beschrijving gezet om te luisteren. In de beschrijving? Wat voor beschrijving? Of op Skype, sorry. Deze gast is niet alleen noob in League of Legends, deze gast is ook noob in real life gewoon. What the fuck? Maar ja, nu moeten we verzinnen wat we gaan doen in de tussentijd. Dus laten we even wat random shit gaan doen, man. Ik hoop dat de kijkers er klaar voor zijn, ja? Allemaal even lachen, jongens! 3, 2, 1, cheats! Oké, weet je wat ik ga doen? Aangezien we nog fucking 11 minuten moeten wachten, ik ga pizza bestellen, dus let's do this. Hallo, goeiedag, Heem. Ik wou een pizza bestellen. Ja, dat kan. Wat voor pizza wil jij? Hallo? Wil jij pepperoni pizza? Pompari pepperoni pizza. Oké, dit gaat niet werken, Mark. Dit is te random. Oh my god. Hey, ken jij nog een leuke mop? Twee tieten in een envelop. Nee, niet die faggot. Een goede mop. Er komt een man bij de dokter met een briefje en daarop staat: ik kan niet praten. Oké, zegt de dokter. Leg uw hand op de tafel. En dat doet de man. De dokter pakt een grote hamer en slaat op de hand van de man. Ah, godverdomme, roept de man. De dokter zegt: goed zo, morgen leren we de B. Wat een kutmop, Mark. Oké, zullen we er nog eentje doen? Nee, we houden hiermee op gewoon, meteen. Oké. Er zitten twee kikkers op een randje bij de vijver. Zegt de ene kikker tegen de andere: moet je daar eens over het randje kijken, daar loopt een klein rupsje. Als de ene kikker gaat kijken, stopt de andere kikker gauw zijn lul in de kont van de kikker en roept: 1 april, kikker in je bil. What the fuck? Dat was echt een what the fuck gehalte van fucking 200 uit of de 100, man. Ik weet niet of sommige mensen weten, maar ik ben Enzo Knol, ik kom uit Noorn. En gisteren, jongen, ik was een stukje aan het fietsen. En ik zag toch een koe, jong. Het was geen doodnormale koe. Het was een beetje absurd. Het was namelijk een koe met 18 tepels. Ik had het nog nooit zien in mijn leven. Het is ongelooflijk. Ik had het echt nog nooit zien. Godverdamme, man. Wat een beest was dat, jong. Wat een beest was dat. Zien jullie het? Dat is toch ongelooflijk. Dat kan je toch niet geloven, jongens. En we gaan mijn tanden poetsen. Hoe lang nog? Hoe lang nog moet tanden poetsen? Ja, 2 minuten.
Doen, doen, doen. Bam. Bam, bam, bam. Ah, ja! Bam, bam, bam. Ah, ah! Bam, bam, bam. Give me the beat. Bam. Bam, 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 bam. Go on. Bam, 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 bam. Yo. Bam, 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 bam. Toef, 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 toef. Ik ben Enzo en ik ben met Mark. Het is fucking cool, we lijken net David Clark. Wie de fuck is David Clark? Enzo en Mark. Oh, oh. Enzo en Mark. Oh, oh. Oh, 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 oh. Kunnen we niks beters verzinnen dan dit? Eten heel veel kwark. Oh, 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 oh. Wat is jouw beste imitatie, mocht jij een dier nadoen? Misschien wel een specht. Let op. Zal ik eens doen? Ja. Kijk, want ik heet natuurlijk Knol van mijn achternaam. Of nou, voor de mensen die het niet weten, ik heet Knol van mijn achternaam. En Knol staat ook wel voor een plant in de grond, maar het staat ook voor Knol van een paard. Het is namelijk ook een paard. En ik kon altijd al een paard nadoen, geloof ik. En ik doe even mijn headset hier vanaf, anders vliegt hij van mijn hoofd af. Maar moet je horen, Mark, oké? Okay? En de kijkers, moet je opletten. Oké, 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 oké. Ik ga mijn best doen voor jullie. Ik denk dat wat hier zojuist is gebeurd, hè. Ik denk miljoenen views, hè. Zit ik aan te denken. Ik denk echt, gewoon, ik denk dat dit stukje eruit wordt geknipt en dan best imitation of a horse ever. Waarom stuur jij mij een fucking kinderen voor kinderen video via Skype? Ja, dat is toch een nice nummertje, hè? Nice nummertje, kinderen voor kinderen. Aha. Kinderen voor kinderen, ik luister ze allemaal. Ik begin gewoon te gapen, man. Weet je hoe lang dat duurt? Hey, weet je wat echt naaiend zou zijn gewoon? Als we gewoon bij de 10 seconden zijn en dan gewoon zeggen van... Oké, dit was het, mensen. Dit was het. Dit was de video. Wol met draad. Dat is naaiend. Oh my god. Oh my god. Die is zo fucking geniaal en slecht tegelijk gewoon. Weet je wat ik heel vaak heb, hè, Mark? Nou, ik zit achter dat je. Oh. Weet je wat ik heel vaak dat heb bij je, Mark? Oh. Ja, 3, 2, 1. Ja! Nee, we kunnen 5, spelen! 4, 3, 2, 1. Ja, nu. Ja! Spelen! Huh? Komt dat bij jou later aan of zo? Ja, denk het. Oké, faal. Ik denk dat we wel gaan winnen. Oh ja, dat denk jij. Hm? Ja, ik denk, even kijken, 1487 wins heb ik. En jij met 23 wins is wel meteen zeker van dat hij gaat winnen. Nou, oké, laten we eens kijken. Als jij denkt dat we gaan winnen, hoe jij speelt met Champions. Oh ja. Ik hoop dat wacht ik even, krijg. Mark, wacht even. Ik ga even laten zien hoe goed jij bent. 0-4. Oh, oh. Ah, 1-14. Hm. 2-18. Hm. 1-10. Hmm. 3-14. Hmm. Ah, ik denk dat we gaan winnen, Mark, als je zo speelt. Kijk, ik ben nou een krokodil. Dit is ik nou een krokodil. Kip. We gaan gewoon beginnen. Laten we een raptekst verzinnen. En waarom doen we dat? Want Mark houdt van taal. Kijk, Bot Ali Kerry. In Aram. Kan allemaal met Mark, jongens. Kan allemaal. Oeh, 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 oeh. Oeh, oeh, ah. Oké, Alt F4, toch? Nee, flikker op, Mark. Niet weer. Oeh, zie dit episch randje. Oeh, dat is platinum en het stelt geen shit voor. Want League of Legends ranked system is fucked up hard in anus. Ik heb een microfoon in mijn oog. Mark. Nee, je hebt hem toch niet in je anus? Oh my god. Ik heb nu de microfoon in mijn andere oog. Oh, smaxi. Post on Instagram. Waarom kan ik jou nooit serieus nemen, gewoon? I wanna be the very best at catching Pokémons. Oh! Hoe gaat dat nummer eigenlijk? En zo weet het nummer niet. En nu wordt hij vet boos. Bam, bam, bam. Heb je honger? Ja, redelijk. Dan moet je trash killen, want die heeft Cheetos. Die heeft Cheetos? Wat is dat? Ja. Oh my god, ken je geen Cheetos? Cheetos.
Of zo. Dat is die chips. Helaas hield mijn camera hiermee op. Maar gelukkig gaan wij gewoon door. Dus let's go! Oh, wauw. Ik weet niet eens wat ik deed net, maar het was zo goed volgens mij. Dat is de beste. Dat is altijd het beste om te zeggen, Mark. Geen idee wat ik zo net heb gedaan, maar volgens mij was het goed. Ja, nice. Was jij dat of was ik dat? Yes, ik heb een kill. Dat werd dus tijd, want ik had er al een. Bitch. Godverdomme, ja. Oh, nee! Ik ben bijna dood. Kan iemand mij held geven? Dankjewel. Oh! Oh, what the fuck gebeurde daar, gek? Je hebt dubbel kill. Ja, what the fuck? Oh! Oh, dit is Je bent hard gesnijpt, ouwe. Ik kom eraan. Ik geef dead arrow. Wat een hoerenmeisjes. Hoerenmeisjes. Ze praten niet over deze hele mooie dames die nu in beeld komen, ja? Oké, gaan. Drop. Nice. Heel nice, Mark. What the fuck was dat? Ik heb alleen geen heal hier of zo in de buurt. Oh, nice. Net op tijd. Kwaad raken. Out of the blue, gewoon. Pentakel. Let op, ik ben gespant hè. En iedereen rent weg dadelijk. Nice, ik zie het. Good job, Mark. Save the day. Oké, nu kom ik, jongens. Pam, 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 pam. Oh yeah. Let's go, let's go. Pak hem, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem. Jij kan dat, jij kan dat. Hij pakt dat held, kom. Oh jawel, oh jawel. Ik ga jou pakken, smerige slet. Hoppa, oh, jij pak ook. Hem, pak hem, pak hem, pak hem. Jij kan dingen. Ik kan dingen, ik kan dingen. Oh, wat doet hij? Waarom bevriest hij? Ja, dat is een attack van hem, maar maakt niet uit. Oh nice, dubbel. Je hebt 3 mensen gekild net. Ace, achter jou, pak ja, hem. Ja, weet ik, maar ja. Kan je hem aan? Jawel, je kan hem aan. Jawel, sowieso. Kill hem, kill hem. Kill hem, kill hem. Oh, jawel. Oh, nee! Waarom heb je hem niet? Ja, omdat hij had zijn ult aan, dus ik kon hem niet killen. Dus ik moest wachten totdat ik hem ging hitten. Dat was zo jammer, ja, want dat het kon een mooie jammer, actie ja. worden, maar ja. Ja, pak ik heb hem, ik heb hem, ik ga hem hebben. Nee, kut. Lekker bezig, Mark. GG, well played, man. Jammer. Helaas. Oh, iedereen. Oh, triple kill alsnog. We hebben helaas niet gewonnen. Ik hoop dat jullie het alsnog een leuke video vonden. Laat even een blauw duimpje omhoog achter. Vond je het leuk? Vergeet niet te abonneren op dit kanaal. Plus, check onze kanaal even in de beschrijving. Dankjewel daarvoor. #KnolPower signing off. Peace. Later.